Laura, waar staan wij nou? We staan hier voor de Vlaamse Reuzen. Nieuwe bewoners hier op de kinderboerderij. We hebben een mannetje en een vrouwtje zitten. En het is de bedoeling dat we daar jongen van krijgen. De vijver die hebben we plat gegooid. Daar komt de Vlaamse Reuzen. Dat is de vijver bij de ingang? Ja, de vijver vooraan bij de ingang. Ja. En het is de bedoeling dat daar een mooie Vlaamse Reuzenweide komt. Zodat daar de Vlaamse Reuzen kunnen gaan dus dit wonen, is, zeg maar. Dit is eigenlijk wel een van de bezienswaardigheden voor deze dag. Nou ja, dit is wel heel erg leuk om gewoon nieuwe bewoners te hebben op de kinderboerderij. Ja, dat klopt. We hebben pas geleden de knuffelruimte helemaal aangepast. We willen wat meer naar groepshuisvesting toe. En ja, het is gewoon leuk als de Vlaamse Reuzen daar op de weide zitten. Dat de kindjes erbij kunnen. Ja. En zo ook weer de dieren kunnen aaien natuurlijk. Ja. Hebben jullie één keer per jaar een open dag? Nee, we hebben een aantal momenten in het jaar waarop we een evenement hebben. Dat is dan met Pasen natuurlijk. Nu met Nationale Kinderboerderijendag. Ja. Straks hebben we Dierendag in oktober. Dan is er altijd iets leuks te doen. Okay. Dus er zijn echt een paar momenten in het jaar dat we iets activiteit hebben. En waar publiceren jullie de activiteit? Op jullie eigen website? We hebben een website inderdaad, gewoon www.skbdebeestenberg.nl, ja. Uiteraard. En we hebben foldermateriaal, we hangen posters op, een stukje in het Trefpunt proberen we altijd te zetten. Ja, ja, ja. We proberen wat media altijd te krijgen, gewoon via die lokale krantjes natuurlijk. Ja, precies. Dus we proberen altijd wel wat aandacht op te zoeken, omdat dat ja, toch wat meer bekendheid is. En wat voor soorten dieren zijn er te zien hier? Nou ja, het is een kinderboerderij, dus nou ja, dan denk je natuurlijk wel meteen aan geitjes en schaapjes, konijnen, kippen, volière dieren. We hebben op dit moment wordt er ook hard gewerkt aan een nieuwe volière. Dus het zou fijn, ja, die is binnenkort ook af. We hebben daar grasperkieten en zebravinkjes en wat kwarteltjes, kanaries. En het is gewoon, als die daar af is, dan kunnen die ook allemaal weer naar buiten. De oerstandschaapjes hier. We hebben op dit moment ook een kalfje te logeren. Dat krijgen we altijd een tijdje van een boerderij. Ja. En dat kalfje komt hier gewoon een aantal maanden op de kinderboerderij. En daarna wordt ze uiteindelijk ook te groot. Wij kunnen hier geen koe huisvesten, zeg maar. Nee. Dus, en wordt er voor de kinderen nog iets georganiseerd vandaag? Buiten de dieren natuurlijk. We hebben een hele leuke speurtocht vandaag. Het is Nationale Kinderboerderijdag en er zit altijd een thema aan. En dat gaat over voeding dit jaar. De kinderen kunnen een speurtocht doen. Er zijn diverse kraampjes waar ze testjes kunnen doen met een ei. Hoe kan je zien wat een vers ei en een oud ei is? Ze kunnen proeven, verschillende smaken. Het verschil tussen hooi en stro, wat de dieren eten. De bijenhoudersvereniging is er met tekst en uitleg over waar honing vandaan komt, hoe honing gemaakt wordt, hoe dat in elkaar zit. Dus dat is natuurlijk altijd interessant. We hebben verschillende soorten melk wat kinderen kunnen proeven. Het verschil tussen geitenmelk, paardenmelk. En gewone melk, koeienmelk. Ja. Er is altijd een knutsel. Kinderen kunnen altijd knutselen binnen natuurlijk. Dus, en we hebben een naamwedstrijd voor het kalf. Okay, kinderen die mogen zelf een naam verzinnen voor het kalfje. Dat doen we ieder jaar. Ze is er nog maar net. Ze is er nu anderhalve week op de kinderboerderij. Ja. En ze is ook echt nog wel... Ze is nog piepjong, dus hè. Ze is nog maar 2 weken oud. Dus kinderen mogen een naam verzinnen. Nou ja, en dan wordt daar de naam uitgekozen. Dan krijgen ze een prijsje. Nou, hartstikke leuk. Super. We gaan even rondkijken. Ja, dankjewel. Ze zeiden dat ik hier het verschil tussen hooi en stro uitgelegd kon krijgen. Kun je hier goed zien? Dat is het verschil. Dit is heel grof. Ja. En dat is van graan gemaakt. Ja. En het hooi, dat is gewoon gras. En dat is gauw graan, zegt u? Ja. Ja, dit is echt van graanstoppels, zeg maar. Dat is stro. En waar wordt het voor gebruikt? Nou, dit gebruiken ze heel veel om met beesten in de stal op de vloer. Ja. En dit is echt om te voeren. Maar dit dat kun je ook voeren, maar dat vinden de meeste beesten niet zo lekker als hooi. Nee. Vers hooi. Ja. Nou, hartstikke bedankt.